Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Het ene jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Ja, het onderwerp gaf niet zij, als het maar een opstel was. Ja, het is wel goed, Arjan. Je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen, is nog zo'n originele uitspraak van adreskundeleraar D.J. Nauta. En hij kan erover oordelen, want hij is er al twee keer geweest. Ja, dat is echt zo. Als je maar even de kans krijgt, begint hij weer over zijn rijke broer in Kaapstad. Ja, ik weet het. Limijn Nauta kennen zich. Nou, kijk. Dat is een beetje te slap, hè. Dat moet je proberen zich een beetje scherper te formuleren, hè. Zelfs als hij tussen de middag zijn sinaasappeltje zit te pellen, kan onze Krugerrand Krugerrand verzamelen is met twee R'en, hè, dubbel R. Eén van Kruger, één van Rand. Kan hij het niet laten, collega Dekker, die al jarenlang tegen het Zuid-Afrikaanse regime demonstreert, toe te roepen, ook een stukje Dekker. Het is Zuid-Afrikaanse, dus het lekkerst. Wat een humor. Dat is echt gebeurd. Ja, dat is maar een geintje. Ja, maar onderhand. Natuurlijk beweert hij een tegenstander van aparte te zijn. Maar dan wel een genuanceerde tegenstander. Hij is er dus voor. Nou, Arjan. Helemaal. Hij is er helemaal voor. Extreem rechtse tendens op onze school. Je denkt misschien, dat is overdreven. Maar je moet hem gehoord hebben om erover te kunnen oordelen. Nou, het is leuk, maar je bent wel een addertje, hoor. Ah, dat geeft er niet. Het is nog maar een opstel. Ja, dat is waar, maar hij zou dus moeten lezen. Oh. En als slot had ik gedacht, Dick Nauta en Pik Bota, een paar apart. Oh, wat leuk. Of Bota en Nauta, twee rechtse ballen. Ja, maak er dan meteen van Pik en Dick, twee rechtse ballen. Hè? Alsjeblieft. Het is dus de bedoeling dat je hem naar de president van Taiwan stuurt. Hè? Zijn naam en adres staan er al op. Je moet alleen postzegel erop plakken en dan je eigen naam erop schrijven. Ja, oké. Die Xi Mingte, wat is dat voor een man? Oh, dat is de hoofdredacteur van een tijdschrift dat het niet met de regering eens is. En daar is hij gevangen voor gezet? Nou, hij heeft 15 jaar gekregen omdat hij in 1979 een van de organisatoren van een demonstratie was. Is dat alles wat hij gedaan heeft? Nou, voor zover het bekend is bij Amnesty, heeft hij nooit geweld gebruikt of gepropageerd. Ja. Hij is 47 jaar en heeft al eerder 15 jaar vastgezeten voor zijn politieke opvattingen. Ja. Helpt dat nou als je zo'n kaart opstuurt? Nou, voor de publieke opinie wil zo'n regering nog wel eens gevoelig zijn, zeker als het uit het buitenland komt. En kijk, als het geen zin zou hebben, nou, dan zou Amnesty er nooit aan beginnen. Zijn het allemaal dezelfde kaarten? Nee, nee. Deze moet gestuurd worden naar de regering van Tjaat. Dat is een leraar die al jaren zonder aanklacht of enige vorm van proces vastgehouden wordt. Hanna, en kijk even hierheen. Dank je. Komen we nu in de krant? Nee, in het Stadsblad. Wacht op, Hassan. Hassan, neem jij er ook een mee? En wel opsturen, hè? Heb jij een postzegel voor mij? Nou, zeg. Kreeg je overmorgen terug? Ik ben benieuwd. Nou, dan moet je voor bij Joris zijn. Zo, sta je weer in Zuid-Afrikaan uit te persen? Nee, het is een Marokkaan. Oh ja, natuurlijk. Dat had ik kunnen weten. Daar heb je ervaring mee. Waarmee? Met het uitpersen van een Marokkaan. Oh, is het weer zover? Ja hoor. We naderen het eerst van de maand en dan heeft meneer last van zijn periodieke pijnen in zijn portemonnee. Hij moet de huur afdragen. Ja, dat doet heel zeer. Stel je nou toch niet aan. Jij hebt niks te klagen. Jij zit hier spotgoedkoop. Geloof je dat zelf? Dat is geen kwestie van geloven. Dat is een kwestie van weten. Ik weet bijvoorbeeld dat ik al lang recht heb op 6% huurverhoging. Maar daar hoor je mij niet eens over. Ik hoor niks anders. Wat? Dat jij zegt, maar daar hoor je mij niet eens over. Goed, dan zal het volgende jou ook heel bekend in de oren klinken. Als jij het ergens anders beter kan krijgen, dan moet je meteen gaan. Voor jou... 10 anderen. En allemaal op dat ene kamertje zeker? Ja, ja. Daar heb ik dan nog minder last van dan voor jou alleen. Nou, drink op, sap uit je vaderland. Dan knap je misschien een beetje voorop, hè? Ja, ja. Uitpersen en dan nog omkopen ook. Weet je wat jij moet doen?
Je gaat me klagen bij Amnesty International. Hé, hey, wat zit je te doen? Niks. Ik bekeek de kaarten. Ja, maar deze zat er niet bij. Nee, die was van mij. Ja, hier. Sorry, ik stuur liever een andere. Waarom? Kijk, voor jou maakt het niet uit of jij een kaart stuurt naar Chili, Algerije of Bulgarije. Voor jou wel dan. Oh, wacht even, ik zie het al. Deze kaart zint jou niet. Deze moet naar Marokko. Ik wist niet dat jij zo vaderlandslievend was. Oh, het valt wel mee. Waarom verstuur je me dan niet? Ik stuur liever een andere kaart. Mijn vader en mijn moeder wonen daar. En mijn zuster ook. En wat niet diert, wat niet weet, weet je wel? Oh, dat bedoel je. Nou, kies er maar een uit. Ah, Chili. Mooi. Dat is veel beter. Schoolkrant. Staat er iets leuks in? Oh, Van Alta. Dat kan nooit leuk zijn. Dat hij altijd over Zuid-Afrika zit te zeuren. Is dat leuk dan? Hier, lees maar eens. Waar staat het dan? Nou, kijk, hier zo. Hier op pagina 2. Zie je het? Oh ja. Dick Nauta, de pikbota van de Gode Linde. Wat gaaf. Die van zijn leerlingen kent niet zijn rijke broer in Kaapstad. Wel grof, hè? Je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen. Hij is er al 2 keer geweest. Was hij er maar gebleven? Nou, zeker gebleven. Stop. Stil, komt hij aan. Dag meneer Nauta, heeft u de schoolkrant al gelezen? Nee, nog niet. Dat doe ik op mijn gemak in het weekend. Nou, dan wens ik u een heel prettig weekend, meneer. Ja, ook zo. Extreemrechtse tendensen op onze school. Je denkt misschien dat is overdreven, maar je moet hem gehoord hebben om erover te kunnen oordelen. Wie heeft het eigenlijk geschreven? Addertje. Ja, hé, wie is dat? Geen idee. Mevrouw Huisman, heeft u het toch gelezen? Ja, natuurlijk. Wat zou Nauta ervan zeggen, denkt u? Nauta, waarvan zeggen? Wat er over hem in staat? Zou er iets over Nauta laten zien? Kijk, hier staat het. Pik en Dik, 2 rechtse ballen. Wijs, hè? Ja, ontzettend wijs. Mevrouw Huisman? Ja, meneer Bartelink. Kan ik u even spreken? Ja, natuurlijk. U zit toch namens de leraren in de redactie van de schoolkrant? Ja. Ik wil u eventjes iets vragen over de... Is er iets? Ik ben gewoon als een kind in de hoek gezet. Door wie? Door Bartelink. Ah, meneer de rector. Terwijl ik van niks wist. Nou, als je echt van niks wist. Ik had het moeten weten, ik stond gewoon voor joker. Waarom wist je het dan niet? Omdat ze me niks hebben verteld. Wie ze? De redactie van de schoolkrant. Ze hebben een verhaal geplaatst dat ik van tevoren helemaal niet heb gelezen. Wanneer heb jij dan voor het laatst een redactievergadering bijgewoond? Ja, begin jij ook nog. Zeg, je lijkt Bartelink wel. Ik heb iedere vergadering bijgewoond. Ze hebben het gewoon achter mijn rug omgeplaatst. Prettig geregeld. Krijgt Nauta straks ook nog op mijn dak. Nauta? Hoezo Nauta? Nou, daar gaat het verhaal over. Nou ja, wat valt er over Nauta nou te schrijven? Hier, wacht even. Alsjeblieft. Dick Nauta, de pikbota van de Gode Linde. Nee, hij wordt voor een halve fascist uitgemaakt. Omdat hij 2 keer bij zijn broer in Zuid-Afrika is geweest. En hier, Dick Nauta, de superblanke Krugerrandverzamelaar met 1 R. Oh, en dit is helemaal de limit. Pik en Dick, 2 rechtse ballen. Ja, lach jij maar, ik zit ermee. Hier, ondertekend door Addertje. Addertje? Ja, hij is nog te laf om zijn eigen naam eronder te zetten. Nou, Bartelink vroeg meteen wie Addertje was. Wist ik ook niet. En als hij te weten komt, Bartelink? Nou, dan kan Addertje maar beter een andere school opzoeken. Juist, ja. Hier, wordt vervolgd, staat eronder. Nou, dan kunnen ze wel vergeten. Dat denk ik ook, ja. Wat eten we? Hé? Nou, ik stond dus compleet voor gek bij de rector. Ik wist van niks. Ik zou wel eens willen weten waarom jullie me dat verhaal niet van tevoren hebben laten lezen. Het kwam binnen na de redactievergadering. Nee, dat is een smoesje. Ik ben hier bijna elke dag. Je had het me zo kunnen aanreiken. Ja, we krijgen toch al zo weinig kopij binnen. Dit was hartstikke goed. Eindelijk eens een keer een beetje scherp. Maar waarom heb je me niet laten lezen? Ja, we waren bang dat het er dan niet in zou komen. Dus jullie hebben mij moedwillig gepasseerd. Nou, mag ik jullie dan hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen? Oh, en mag ik meteen even weten wat wordt vervolgd betekent?
We vinden het zo'n goed idee dat we er een serie van willen maken. Een serie? Ja, over de leraren en hun toestanden. Nou, dat kun je rustig vergeten. Dan laten we het u voortaan eens lezen. Daar heb ik geen sprake van. Ja, maar dat begrijp ik niet. Dat wilde u toch? Ja, maar je denkt toch niet dat de rector dat zal toestaan? Waarom eigenlijk niet? Alles in dit verhaal is waar. Nou, wie heeft dat verhaal eigenlijk geschreven? Ja, Addertje. Ja, maar wie is Addertje? Ja, dat kunnen we niet zeggen. Hoe bedoel je dat? We hebben beloofd de naam geheim te houden. Ja, maar als toch alles waar is wat er staat, waar is die geheimhouding nou voor nodig? Ja, u begrijpt toch ook wel, Addertje gaat graag over dit jaar. Ja, maar je kan het mij toch zeggen? Ik maak toch deel uit van de redactie? Ja, in zekere zin. Hoe bedoel je? U vertegenwoordigt de leraren. Nou en? U zit erin voor de censuur. Nou zeg, heb ik me ooit zo opgesteld? Heb ik jullie ooit iets verboden? Nee, hè, dat was nooit nodig. Ik zie het als een motie van wantrouwen als jullie mij die naam niet geven. Wij moeten onze bron beschermen. Goed. Maar dan kunnen jullie die serie wel vergeten. Ik dacht dat u nooit aan censuur deed. Ja, dat begrijp ik wel, Arjan. Maar dan had je toch op je vingers kunnen natellen? Alle leraren de pik op je. Dat zal best, ja. Zitten blijven? Wie weet, hè? Nee, ik zal niet rondbezuinen dat jij het bent. Ja, wat zou je van mij zeggen? Ik maak een paar geintjes en jij slingt ze zo in de schoolkrant. En hoor eens, de stond boven wordt vervolgd als je maar niet denkt dat ik nog iets corrigeer, hè? Nee, dan hebben wij elkaar goed begrepen. Nou, Addertje, veel sterkte en tot ziens, hè? Daar ben ik mooi klaar mee. Nou, ze willen die naam niet geven. Welke naam? Ja, van de schrijver van het verhaaltje natuurlijk. Net van de redactievergadering. Ze beginnen nou echt journalistje te spelen, hoor. Wij beschermen onze bron. Daar mag je blij mee zijn. Wees eens een keertje serieus. Ik ben serieus, daar mag je blij mee zijn. Nou, de rector zal er ook ontzettend blij mee zijn. Ik stond gewoon voor gek. Nou, weigeren ze weer die naam te geven. Die man denkt ook, ze heeft niks in te brengen bij die kinderen. Maar stel dat ze die naam hadden gegeven, wat dan? Nou, dan hadden ze dus vertrouwen in me gesteld. En dan? Had jij hem doorgebriefd aan Bartelink? Nee, natuurlijk niet. Maar dan hadden kunnen zeggen, ik weet die naam wel, maar ik kan hem u niet geven. He? Wij beschermen onze bron. Nou, en daar zou hij ontzettend blij mee geweest zijn. Zal ik eens even wat zeggen? Jij mag die kinderen wel dankbaar zijn. Jij moet die naam helemaal niet willen weten. Dat bespaart jou een hoop ellende. Mag ik u dringend verzoeken deze kaart op te sturen naar Amnesty International? Amnesty helpt Godelinde, bevrijdt ons van censuur. Yeah! Goed, ik zal kijken wat ik voor jullie doen kan. Censuur! 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 Nou, en wat denk je dat er een met zijn vinger gewoon op mijn auto stond te schrijven? Ik ben vies. Van Anna Huisman. Kon nog net grijpen. En toen? Nou, ik heb hem laten afvegen. Oh la la. Dat is weer censuur. Daar krijg je weer moeilijkheden mee. Ah, joh, ze maken er zo'n stampij van. Alsof de Godelinde in Chili ligt. Ach, dat drijft allemaal wel weer over. Kom jij nou eens even rustig op de bank liggen? Ik ben veel te opgewonden voor. Oh, ik zal er geen misbruik van maken. Ik wil eens even rustig met jou praten. Zeg, ik ben niet bij de psychiater. Nee, en ik wil ook niet dat je er terecht komt. Ga op de bank liggen en ontspan. Nee, ik denk er niet aan. Oh, als het niet vrijwillig gaat, dan doe ik het zo. Jongens! Mevrouw, u gaat verplicht af. Ja, doe nou, zet me neer. Ontspannen. Ontspannen. Ja, daar sloof je je nou vooruit. Je geeft je tijd aan de schoolkrant en aan Amnesty International. En dan krijg je dit. Ondank is veel, Sloan. Jij vindt toch ook dat ik gelijk heb, hè? Natuurlijk. Hé, ik hoor iets in je stem. Nee, nee. Vertel op. Natuurlijk hadden ze het verhaal nooit achter jou om moeten plaatsen. Schande. Juist. Als jou dat nou eens overkomen. Was ik ook woedend geweest. Dus daar gaat het niet om. Waar wel om? En dat ze de naam van de schrijver niet bekend willen maken. Dat is ook heel onaangenaam. Hey, waar gaat het wel om? Ik bedoel voor jou persoonlijk.
Maar dat staat eigenlijk los van de vraag of dat verhaal geplaatst mag worden, ja of nee. Stel nou dat ze het je wel hadden laten lezen. Had je het dan laten plaatsen? Nou, ik zou in ieder geval een paar zinnen hebben laten veranderen. Hè, extreemrechtse tendensen op onze school gaat toch te ver? En Pik en Dick, twee rechtse ballen, hoe halen ze het in hun hoofd? Ja, dat zou ik er ook nooit ingezet hebben. Maar de kern van het verhaal klopt. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dus met een paar veranderingen zou jij het ook geplaatst hebben? Denk het wel. Nou, dan had je net zo goed last met de rector gekregen. Nou dan? Alleen waren er geen demonstraties tegen Hanna Huisma geweest. Nu heb jij geroepen dat ze het wordt vervolgd, we konden vergeten. En waarom riep je dat? Omdat jij je persoonlijk gepakt voelde. Daarom riep je dat. En niet omdat je vond het verhaal niet kon. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Nou, zijn wij het weer helemaal eens? Ja, wat schiet ik daarmee op? Nou, samen kunnen wij toch de hele wereld aan. Jongens, Hanna, ik ben het. Oh. Oh. Sorry. Nou, ik ga maar even. Tot straks. Ja. Nou, ga dan. Je kunt in je eigen huis niet eens meer fatsoenlijk intiem zijn. Moet je niet alles open laten staan? Staat iets open? De deuren, Leukert. Heb je wel eens gehoord van kloppen? Ik riep! Ja, Joris, Hanna, ik ben het. Maar wel meteen doortreinen. Ah, Joris, hou op. Nee, lach dan maar. Dan zou ik toch wel eens willen weten in hoeverre ik hier eigenlijk al welkom ben. Therese, is toch maar een grapje. Je kent hem toch? Maar dat moet toch ergens vandaan komen. Er zit natuurlijk toch een kern van waarheid in, hè? Therese, hou op. Ja, anders bedenk je zoiets toch niet? Luister. Ik heb liever dat je recht toe recht aan zegt waar het op staat... dan die stiekeme opmerkingen. Oh, goed. Dan zal ik jou eens precies zeggen waar het op staat. Ja, Joris, hou op. Zeg, wat is dit? Censuur? Je bent hier niet op school. In dit land is vrije meningsuiting. Ja, maar dat is heel iets anders dan niet recht voor zijn raap zeggen. Ze vraagt het me. Therese, wees jij de verstandigste. Oké. Zeg jij maar niks meer. Waarom niet? Omdat ik dan wel eens recht voor zijn raap zou kunnen zeggen wat ik vind. En ik weet niet of jij er wel tegen kan. Brand maar los. Ik kan het hebben. Roept u maar. Kom op, hè. Rustig. Komt niemand aan. Tot goed zo. Kom maar. Ah, rustig, jongens. Niemand. Prima. Zo. En wat vind jij dan van dat verhaaltje in de schoolkrant? Heb ik al tegen Hanna gezegd. Moet kunnen. Nou, ik hoor het al. Hij staat weer helemaal achter je, Hanna. Begrijp je wel. En voordat jij binnenkwam, waren wij het anders helemaal eens. Voordat ik binnenkwam? Is dat weer zo'n steek onder water? Een constatering. Oh. Ik zou jou anders wel eens willen zien als ze die dingen over jou schrijven. Over mij mogen ze schrijven wat ze willen. Joris Huisman, onze ex-leraar, laat zijn vrouw voor zich werken... terwijl hij zogenaamd het huishouden doet. Maar wel gezellige sherryuurtjes heeft met de huisvrouwen uit de buurt. Is dat zo? Wat doet dat er nou toe? Of het waar is of niet, of dat het een beetje waar is. Hé, met wie drink jij sherry? Ja, Nou? Zie je? Dat bedoel ik nou. Zo gaat dat. Nou, en ik heb geen geheimen. Ik leg het mijn vrouw uit. Niks aan hand. Leg dan uit. Ja, vanavond, schat. Hè? En dan kunnen ze ook nog over je schrijven... dat je niet alleen je vrouw laat werken... maar dat je een Marokkaan een hoge huur uitperst... om je levenswijze te bekostigen. Mogen ze allemaal schrijven? Want het is niet waar. Het raakt mij niet. Had je nog meer, Therese? Kom op, Joris! Kom eens kijken wat ze op je muur geschreven hebben. Prettig geregeld, nee, censuur. Zijn ze helemaal! Als ik die knaap in mijn poten krijg, hè? Oh. Vrije meningsuiting, hè? Ik dacht dat ze over jou mochten schrijven wat ze wilden. Ja, dat mag ook. Mij mogen ze bekladden. Maar van mijn muur moeten ze afblijven. Schor hem! Nou ja. Maar luister nou eens, jullie willen dit toch niet vergelijken met Amnesty International? Die mensen zitten in een cel voor hun mening. Ja, wij kunnen het toch niet helpen dat ze ons er niet in zitten? Als Nout het hier voor het zeggen had, zaten wij er nu ook in, hoor. Nou, geen onzin, hè. Je moet wel reëel blijven.
Het gaat hier gewoon over een leraar die wel eens iets over zijn broer in Zuid-Afrika vertelt. Als het zo belangrijk is, begrijp ik niet waarom we er niet over mogen schrijven. Zo is het. En trouwens, persvrijheid is persvrijheid. Het maakt toch helemaal niet uit waar het over gaat? Ja, nou ja, het blijft jammer dat jullie me niet hebben laten lezen. Want ik wil jullie wel zeggen dat ik helemaal niet tegen het verhaal ben. Als we gezamenlijk een paar zinnen hadden veranderd, nou, had ik het niet tegengehouden. Nou, oké, dan laten we het volgende verhaal lezen. Ja, maar dat is nou te laat. Je denkt nog niet dat de rector het na al die toestanden goed zal vinden? Shit. Gaat hij het verbieden? Heeft hij gezegd, ja. Is die gek? Hoe kun je nou iets verbieden dat je nog helemaal niet gelezen hebt? Hij weet niet eens waar het over gaat. Oh, dat kan hem helemaal niet schelen. Het gaat hem alleen maar om de naam van de school. Nee, uitgerekend vorige week heeft er een advertentie gestaan voor aanmeldingen van nieuwe leerlingen in de krant. Nou, dan is dit natuurlijk geen goede reclame. Wat houdt het verbieden eigenlijk in? Nou, dus als je dat artikel toch wil plaatsen, dat je dan geen gebruik meer kan maken van het materiaal van de school. Dus geen typemachine, geen stencilmachine. Nou, en het maakt toch ook helemaal niet uit? Die hebben we toch helemaal niet nodig? Nee, natuurlijk niet. Dan maken we onze eigen schoolkrant. Ondergronds. Ja, gaaf. De eerste ondergrondse schoolkrant van Nederland. Ja, nou, een typemachine sowieso al op de kop te tikken. En nou, we gaan gewoon kopiëren bij het postkantoor. Hoe wou je dat betalen? Dat wordt veel te duur. Nou, dat valt wel mee. We maken niet de hele schoolkrant. Nee, alleen die vervolgserie. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, te gek. En dan verspreiden we buiten het hek. Dan kunnen ze ons helemaal niks maken. Ja, maar dan heb je toch al gauw zo'n 1000 kopieën nodig. Nou, 1000 maal dubbeltjes. Mooi 100 gulden. Ja, dat is toch wel 25 gulden, man. Daar sta ik een hele dag voor te werken. Ja, jongens, hoor eens even. Persvrijheid. Hè? Daar moet je wel iets voor over hebben. Nou ja, relaxen. Dat heb je gewoon op zijn Hollands geschreven. Ja, is toch modern? Anders begrijpt de helft het niet. Nou ja, vanuit hem aan. Maar luister, zo loopt deze zin veel beter. Waarom mogen wij op de schoolavonden niet relaxen met een pilsje, comma, waardoor de schoolavonden haast niet meer worden bezocht, comma, terwijl tijdens de lerarenvergadering regelmatig de fles op tafel komt, punt. Hoe weet jij dat trouwens? Nou, zelf gezien. Toen ik mijn jas op school had laten hangen. Laat je dan regelmatig je jas op school hangen? Nee. Waarom staat hij dan regelmatig de fles op tafel komt? Nou goed, dan niet regelmatig. Dan moet het dus zijn terwijl tijdens de lerarenvergadering de fles op tafel komt. Nee. Nou ja, laat maar. Maar kijk, dit is dus helemaal fout. Te meer er leraren zijn die het niet met de fles bij de lerarenvergadering laten. Te meer daar er leraren zijn... Ja, dat had ik geschreven. Hebben ze vergeten over te tikken? Welke leraren? Nee, we noemen geen namen. Ga maar op de lucht af. Nou, is leuk. En jullie worden verstandig ook al, hè? Geen namen noemen. Hoe staat het trouwens met jouw naam? Addertje. Zijn ze er op school al achter wie dit is? Nee, de redactie had goed zijn mond. En nu ook. Ja, luister nou, vriend. Ik heb niks tegen mijn vrouw gezegd, maar ik ben niet van plan om nog langer mijn mond te houden. Hè? Op een gegeven moment komt het uit en heb je de pop aan het dansen. Dat snap je toch wel? Ja. Maar als u het tegen de zegt, verraadt ze me dan niet bij de rector? Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat doet ze niet. En zeker niet als jij het er zelf zegt. Nee, ik heb liever dat u het tegen de vertelt. Nee, jij bent de schrijver, Addertje. Jij zegt het. Nou, waar waren we gebleven? Wat gaat die ene leraar doen als hij zegt dat hij 5 minuten de klas uitgaat om een sigaretje te roken? Hallo. Dag, schat. Hi. Dag, Arjan. Dag, mevrouw Huisman. Hé, hey, wat schrijf je daar weg? Is dat niet het ondergrondse schoolkrantartikel? Nou, daar hoeven we niet zo geheimzinnig over te doen. Dat heb ik ook. De hele school loopt ermee. Heb jij het al gelezen? Nog niet helemaal. We zaten het net te lezen. Oh, nou, het gaat deze keer over drank. Hier, moet je horen. Wat zou je hiervan zeggen? Wat gaat die ene leraar doen als hij zegt dat hij 5 minuten de klas uitgaat om een sigaretje te roken? Is die bobbel in zijn zak soms een heupflesje en dan bobbel met 1 B. Bobbel staat het dus. Stomme fout. Stomme tikfout. Ik weet echt wel dat je bobbel... Hoe bedoel je? Ik weet echt wel. Nou ja, ik wilde het u toch al zeggen. U verraadt me niet, zei uw man. Ik ben Addertje. Jij? Heb jij... Ik heb die verhalen geschreven. En niet alleen, samen met uw man. Dat wil zeggen de eerste. Samen met jou? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Jij hebt me
En jij hebt me er niks van verteld terwijl je alles al wist? Hanna, luister nou. Nee, niks te luisteren. Jij wil je er weer uitpraten met je gebruikelijke laffe smoesjes. Laffe smoesjes? Je achterbak zo lul, Hannes, dat je bent. En dat is niet de eerste keer dat je me zoiets flikt. Hanna, zullen we dit bespreken als Arjan weg is? Nee, helemaal niet hoor. Nee, hij mag best wel horen wat voor een jij er bent. En dan tegen mij zeggen, jij moet helemaal niet willen weten wie dat geschreven heeft. Huichelaar. He, en dan achter mijn rug tegen alles. Wat doe je, wat zit jij daar te doen? Hier. Gebruikelijke laffe smoesjes achterbakse lulhan. Wat krijg je me? Zit je dit allemaal stiekem op te schrijven? Ben je al... Wacht eens even, wacht eens even. Gaat dat volgende verhaal soms over ons? Maar we noemen geen namen. Ja, dus? Gaat het over ons of niet? Maar niet alleen over u. Wie nog meer? Over alle leraren met zwarte bijlessen. Wat? Dat gaat mooi niet door. Dat had je gedacht. Dat is censuur. Maar waarom heb je dat niet meteen gezegd? Dat heb ik je nou toch al 10 keer uitgelegd? Nou, het helpt niet. Wat was je ermee opgeschoten als je het had geweten? Nou, daar gaat het niet om. Ik dacht echt dat het beter voor je was dat je het niet wist. Oh, dus ik zal onder kuren telen. Jij maakt uit wat beter voor mij is. En dat kwam jou toevallig ook beter uit. Oh, boete, 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 schuld, schuld, vergiffenis. Ja, kijk een beetje uit met die tandpasta. Zo goed. Nou, ik weet niet. Ik begrijp toch niet. Nee, kan je het niet voorstellen? Nee, ik kan het niet voorstellen. Hé, kan niet opnemen. Mevrouw Huisman? Oh, nee hoor, we zijn nog op. Nee, maar hij is even bezig. Ja hoor, zegt u het gerust. Mijn man en ik hebben geen geheimen voor elkaar. Ja, dat klopt. Ja, het tarief wordt nu 60 gulden. Dat is de vader van Addertje. Nee, zwart kan niet meer. Maar het maakt voor mijn man niets uit. 60 gulden gewoon of 30 gulden zwart. Hij houdt evenveel aan over. Hij deed het zwart voor ouders die 60 gulden niet kunnen opbrengen. Oh, u ook niet. Ja, maar nu het in de schoolkrant komt, loopt hij liever het risico niet. Oh, dat gaat niet door. Juist, ja. Zeg, maar u heeft Arjan bedoel ik toch niet gedwongen, hè? Want dat zou heel akelig zijn. Oh, dat is maar een grap. Om te jennen. Ja, die jongens van tegenwoordig, hè? Ja, ik kan er wel om lachen. Ja. Ja, ik zal het hem zeggen en dan hoort u er nog wat van. Ja, u ook een hele goede nachtrust. Ja, en de groeten aan Addertje. Ja, nog een even. Wat zeg je, schat? I love you. Wat kom je doen? Oh, ik heb verleden jaar mijn tandenborstel laten liggen. Nah. Hey, Hanna! Hanna! New York! New York! Monique! Oh! Is er iets aan de hand? Ja. Toch niks ergs, hoop ik. Dat is maar hoe je het bekijkt. Wat is het? Jullie zijn 25 jaar getrouwd. Nou, Wim. Daar wilde ik bij zijn. Oh, lieve schat, wat een verrassing. Maar we doen er niks aan, hoor. Ik wel. Ja, maar je weet dat je twee dagen te vroeg bent. Als je niet vroeg over tijd was? Ja, wat zeur je nou, Joris? Surprise!